Het thema is waarheid en identiteit. Wees nooit zo bang voor het licht dat je ervoor kiest om in de duisternis te blijven. God verlangt ernaar dat er waarheid in ons binnenste komt. De waarheid zal je vrijmaken. Hierover alles in deze uitzending. Vandaag staat het thema waarheid en identiteit centraal. En dit is een heel belangrijk thema, want je identiteit doet ertoe. Als je niet weet wat jouw identiteit is, dan kun je in een emotionele verwarring terechtkomen. Het is zo belangrijk dat we weten waaruit ons fundament bestaat en wie we zijn. Wie we zijn? We zijn een nieuwe schepping. Wie we zijn in Christus. En ik neem jullie even mee naar een tekst die staat in Romeinen 8. En daar staat in Romeinen 8 staat... Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke je mag roepen: Abba, vader. Dit is zo belangrijk dat we beseffen dat we zonen en dochters zijn. Je bent geen wees, je bent geen orfend. Weet je wat een wees denkt? een wees heeft angst voor tekorten. En een wees denkt: "Hebben, hebben, hebben, hou, hou, hou" en verdedigen, verdedigen, want stel je voor dat je het kwijtraakt. Maar je bent een zoon en een dochter. En vader zegt: "Alles wat van mij is, is ook voor jou." En even later staat er in Romeinen 8 waar de schepping op wacht. Daar staat dit: "Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping, met andere woorden de hele wereld, die wacht erop op het moment dat de zonen Gods openbaar gaan worden. Weet je, wij zijn zonen en dochters van God. En de wereld wacht dus eigenlijk op het zichtbaar worden van jou. Dat jij gaat opstaan en dat jij verandering gaat brengen op de manier waarop jij een verandering kan brengen in de wereld. Wordt niet iemand anders. En wil ook niet iemand anders zijn, want God heeft je bedoeld zoals jij zal zijn. En jij mag op je eigen plek waar jij woont, waar jij komt, jouw eigen omgeving, dan mag jij een verandering zijn en een verschil maken. Als je niet weet wie je bent, dan zul je gaan aanpassen naar wat je denkt dat mensen willen dat jij zal zijn. Dan zie je heel vaak verkeerd gedrag uit de voorschijn komen. Ik weet nog dat ik, dat ik jaren geleden dat ik een stukje van mezelf kwijt was... ...dat ik zoveel rollen had waardoor ik niet eens meer wist wie ben ik nou werkelijk zelf? En wat vind ik nou zelf eigenlijk leuk? Ik deed van alles op allerlei gebieden en overal werd ik voor gevraagd. En ik dacht bij alles dat ik geen nee ertegen mocht zeggen. Ik wist nog helemaal niet hoe ik mijn grenzen moest bewaken. En in die tijd, terwijl ik al die ballen in de lucht probeerde te houden... ...en al die rollen probeerde uit munten te vervullen, lag ik op een nacht op bed... En op, op die nacht hoorde ik opeens een stem iets zeggen. En die stem zei tegen mij, Esther, wat wil jij? En dat zal ik nooit vergeten. Toen dacht ik, hè? Vraagt God aan mij wat ik wil? Ik vraag de hele dag aan hem, heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, waar wilt u me naartoe zenden? En dan nou vraagt hij aan mij, wat wil ik? En toen dacht ik, ik weet het niet eens meer. Toen heb ik die dag gehuild, want ik wist niet eens meer wat ik wilde. Ik was zo ver bij mijn hart vandaan geraakt dat ik niet eens meer wist wat ik wilde, wie ik was en welke talenten God me had gegeven. Toen ben ik weer gaan snoeien. Samen met Hem gaan snoeien. Het terugbrengen tot de kern. Wie ben ik en wie mag ik zijn? Waar ligt mijn verlangen? Wat heeft God in mij gelegd? Het is zo goed om ook eens voor jezelf te bedenken. Wie ben ik? Ten volle? Wie ben ik ten diepste? Waaruit bestaat mijn kern? Ben ik die people pleaser, hè? die het iedereen naar de zin moet maken? Ben ik die verzorger, die voor iedereen moet zorgen? Of ben ik dat ten diepste niet van binnen? En heb ik het gedaan om iedereen tevreden te houden? Dat kan. Als jij weet wie je bent in Christus, dan ga je er ook naar gedragen. In de vorige aflevering sprak een, 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 een jonge vrouw, Susanna, heel mooi over toen besefte ik opeens dat ik het koningschap waardig was, dat ik een koningin was hè, in haar getuigenis. En toen ging ze zich daar ook naar gedragen, want het gedrag van een koningin is regeren over je omstandigheden, regeren over het terrein wat God je heeft gegeven. Als je niet weet wie je bent, ga je ook niet regeren, ga je ook niet opstaan. Misschien ken je die film wel, Born Identity. Ja, over een geheim agent die op een gegeven moment geheugenverlies krijgt. En niet eens weet dat hij een geheim agent is. En hij is al zijn talenten, zijn vaardigheden, kent hij niet meer. En hij wordt een bangen man, want hij weet niet eens meer wie hij is. Hij handelt gewoon vanuit angst. Weet je dat er heel veel mensen zijn die geestelijk, als het ware, een identiteitscrisis hebben? Geestelijk. Een geheugenverlies hebben en zijn vergeten wat God zegt. Hij zegt in zijn woord: Jij bent mijn dochter. Je bent mijn zoon. En ik neem je aan als mijn zoon en mijn dochter. En alles wat dan van mij is, is van jou. Maar we hebben vaak niet, omdat we niet vragen. Hij zegt: Het is net als een tafel. Ik zet alles op de tafel. Hè? En als ik aan tafel zit met mijn kinderen. Dan gaan ze me echt niet om alles vragen. Mam, mag ik een broodje pakken? Mam, mag ik de hagelslag pakken? Mam, mag ik dat? Nee, dan pakken ze dat, want alles wat van mij is, zit ik op tafel voor mijn kinderen. En zij smeren zelf een broodje en ze nemen het tot zich. En wij vergeten vaak dat wij diezelfde status hebben als een zoon en een dochter. En we leven soms als iemand die net genoeg heeft of net niet genoeg heeft, terwijl hij zegt: "Ik wil vanuit mijn overvloed" Vanuit mijn rijkdom wil ik in jouw behoefte, in jouw nood voorzien. Maar je hebt niet omdat je niet vraagt. Vraag mij en ik wil het je geven. Klop en ik zal de deur voor je open doen. Zoek en je zult vinden. Een paar maanden geleden zat ik beneden in ons huis. En we hebben een huis van twee afdelingen. En beneden willen we een soort ontmoetingsplek maken. En boven wonen we officieel. En ik zat daar beneden samen met mijn zus en mijn zwager. En met de kinderen. En op een gegeven moment, onze oudste zoon zat boven. En op een gegeven moment hoorde ik gestommel op de trap. Ik denk: Oh, dat is vast een van de jongens. Want ik had een van de jongens weggestuurd om even wat te eten te halen voor ons. Dus ik keek niet. Ik dacht: Dat is vast een van de jongens die naar boven gaat. Maar even later hoorde ik weer gestommel op de trap van twee personen. En ik keek door het raam en ik zie dat onze zoon, die boven achter de computer zat, opeens een zwerven naar buiten brengt. Ik denk, wat is dit? Die man is zomaar gewoon door de voordeur gegaan, de trap opgegaan naar onze verdieping waar we gewoon leven. Nou, dat vind ik echt. Nou, ik ga even zeggen, dat gaan we echt niet doen. Hè? Dat gaan we niet doen. Dan ga je echt bij me over een grens. Je mag binnenkomen, mensen zijn welkom. Maar je kan wel even de grens respecteren door even aan te bellen. Dus ik wilde dat gaan zeggen. Dus ik loop naar de gang. En op dat moment hoor ik weer die stille, zachte stem van de heer. En hij zegt, nee, dat ga je niet doen. Nee, nodig hem uit. Nodig hem uit aan tafel. Dus ik maak die deur open. En die zwerver die staat daar en die schrikt zo dat ik de deur open maak. En ik zeg, meneer, hebt u al gegeten? En hij zegt, nee. En hij kijkt me verbaasd aan. Ik zeg: dan bent u vandaag onze gast in huis. En toen zei hij: mag ik binnenkomen dan? Toen zeg ik: ja, komt u maar binnen. En hij kwam binnen. En toen zei hij dit: ja, ik ben verdwaald. Ik zeg: u bent verdwaald? Ja. Ik dacht dat hier een pastoor woonde. Ik zeg: ik denk dat u niet verdwaald bent, maar ik denk dat u door God gestuurd bent. En ik maakte de woonkamer open en ik zei tegen de familie: zeg, jongens. Dit is Frans. En Frans is vandaag onze gast. En iedereen ontving Frans warm. En ze gaven hem een hand en ze zeiden: Frans, welkom. En Frans zei, heel twijfelend: waar mag ik gaan zitten? Op welke stoel? Ik zeg op elke stoel waar je maar wil zitten. En hij ging zitten. En we zeiden: Frans, blijf je mee eten. En toen zei hij dit: Dat vind ik heel spannend, zei hij. Want ik ben al nooit bij andere mensen aan tafel gaan zitten. Dus dat vind ik heel spannend. En toen zeiden we, nou, Frans, dan is vandaag je eerste keer. En toen zeiden we: vertel eens, Frans, waar kom je vandaan? Wie ben je? En toen begon hij zijn verhaal te vertellen. Toen vertelde hij dat hij geadopteerd was en dat hij niet weet wie zijn ouders zijn. Dat hij zichzelf was kwijtgeraakt, dat hij niet eens wist wie hij zelf was. En dat hij op een gegeven moment dacht: weet je, ik ga een Robin Hood worden. Ik steel van de rijken en ik deel met de armen. Dat dacht hij. Hij was nobel en hij dacht dat hij het op deze manier kon krijgen. Maar weet je, er zat een gevoelig hart in Frans. Frans had een geheugenverlies, want hij wist niet meer waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wie ben ik. Hij had de geest van een. He, eigenlijk niet, hij was niet alleen een zwerver, maar hij had de geest van een wees, niet wetend wie zijn vader was. En die middag mocht Frans thuiskomen. Want de kinderen kwamen thuis met eten. En we zeiden Frans, jij bent onze gast. Jij mag met ons aan tafel. Maar, zeiden we, voordat we aan tafel gaan Frans, gaan we eerst een lied zingen als je dat goed vindt. En hij zei ja, nou dat vond hij mooi. En weet je wat we zongen? We zongen simpelweg, kom tot de vader. Kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, hij wacht alleen nog maar. Totdat je komt. En weet je wat er gebeurde bij Frans? Frans begon te huilen. En zijn ijslaagje begon te ontdooien. En het smeltwater kwam vrij. En hij begon te huilen. Hij werd geraakt diep in zijn binnenste. En hij zei: Die liefde wil ik ook. Ik zeg, die liefde Frans is ook voor jou. Hij zoekt je op. He? Hij zoekt als vader altijd naar die verloren zoon, naar die verloren dochter. En hij weet je te vinden. En Frans, ik zeg: als jij die liefde wil. Dan mag je me nazeggen. Dan gaan we hem uitnodigen. Gaan we tegen God zeggen: God, ik wil u zo graag in mijn leven als mijn vader. En wilt u mijn leven nieuw maken? En dat deed Frans. Frans sprak ons na. En hij nam Jezus aan als zijn Heer. En weet je, dan gaat je hele leven veranderen. En Frans at met ons mee. En dat was heel bijzonder. Een ontmoeting aan tafel. Weet je waar Jezus altijd de zondaren ontmoette? Of niet altijd, maar vaak de zondaren ontmoette. Aan tafel, Sargeus, aan tafel. En daar gebeurt iets aan tafel, een hartsverandering. Jezus met de emma gangers aan tafel, terwijl hij het brood breekt. He, ze lopen eerst onderweg met Jezus. Ze trekken de hele weg met Jezus op. En ze hebben niet in de gaten dat Jezus al die tijd naast hen loopt. En Jezus doet alsof hij voorbij gaat. Maar aan tafel nodigen ze hem uit. En hij breekt het brood. En terstond gaan hun ogen open en denken ze. Was Jezus niet de hele weg bij me en ik heb het niet gezien? Aan tafel, een hartsverandering. Aan tafel gaan je ogen open. Aan tafel wordt de vijand ontmaskerd. Denk maar aan Judas aan tafel of aan Haman aan tafel. Wordt de vijand ontmaskerd? God doet veel dingen aan tafel. Waarom aan tafel? Aan tafel gaan betekent relatie met iemand hebben, aan tafel gaan betekent hart te delen, aan tafel gaan betekent wederkerigheid. En dat vind ik het mooie. Frans ging met ons aan tafel en zijn hart veranderde aan tafel tijdens het eten. En aan het eind, zei hij, hij stond op van tafel toen hij klaar was met eten. We gaven hem het eten mee. En ik zei, Frans, heb jij een Bijbel? Nee, zei hij. Ik zegt: dan krijg jij een Bijbel. En toen stond hij bij de deur met zijn tasje met eten en zijn Bijbel in de hand. En hij zei, ik kom terug. Ik kom terug. Ik zei, ja, dat ken ik. Dat zei Jezus ook 2000 jaar geleden. Hij zegt, ik kom terug. Maar dan kom ik terug met zo'n grote doos bonbons om jullie te bedanken. Ik zei Frans, dat jij hier bij ons aan tafel was, dat is voor ons het grootste cadeau. Dat jij Jezus hebt aangenomen, dat jij een zoon bent geworden van Vader God, dat is ons grootste cadeau. En daarmee hè, heb je ons zo gezegend. Weet je, misschien zit je hier en denk je, ik wil dat ook, maar ik weet niet meer hoe. Maar Jezus en Vader God nodigen je uit. Zeggen we willen een relatie met jou. We willen je leren kennen. We willen onze hart met jou delen. En wil jij je hart met mij delen? En hij zoekt je op, op de plek waar je bent. Weet je wat ik zo mooi vind van dit thema? Ik moet steeds denken aan het lied. En dat is een Engels lied. Who the sun set free is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my father's house there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Weet je, er staat in mijn vaders huis. Daar is een plaats aan zijn tafel. Speciaal voor jou. Speciaal voor mij. Voor ons allemaal. Hij heeft een plaats. Er is genoeg ruimte. Misschien ben je niet gewenst. En misschien mag je niet eens meer bij je eigen familie aan tafel eten. Maar hij zegt: "Ik heb een plekje en ik maak ruimte voor jou en er staat een naamkaartje op tafel en hij zegt: "Dit plekje is voor jou gereserveerd." Maar wil jij bij hem aan tafel komen? Wil jij met hem eten? Wat ik zo mooi vind, en daar sluit ik mee af voordat we naar iets gaan kijken, dat staat in Samuel. Dat vind ik zo mooi verhaal uit de Bijbel. Dat gaat over David. Dat David vraagt op een gegeven moment, is er nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem trouw bewijzen, ter wille van Jonathan. Jonathan was zijn vriend en hij wil trouw bewijzen. En dan horen ze van, ja, er is nog iemand over. Dat is Mephi Bozet. Dat is een zoon van Jonathan. Maar hij is verlamd aan beide voeten. En dan zegt David, haal hem op en breng hem. En dan komt Mefibozet. En Mefibozet voelt zich niet eens waardig. Hij zegt letterlijk, hij buigt zijn gezicht tot op de grond en hij buigt zich neer. En dan zegt hij letterlijk, oh, bekommert u zich om een dode hond? Hij voelt zich nog minder dan een dode hond. Kijk, een hond mag nog de kruimeltjes van de tafel opeten van de koning. Maar hij voelt zich een dode hond, uit verbinding, gewoon geen leven, hè, weggegooid. Maar dan zegt David dit: Vrees niet, want ik ga jou trouw bewijzen. Omwille van je vader en omwille van Jonathan. En ik zal je alle landerijen aan je teruggeven. En, zegt hij erbij, en je zal geregeld aan mijn tafel eten. Dit vind ik zo mooi. Hij acht hem niet gering en hij denkt niet: je doet er niet toe. Jij bent die door je hond. Hij zegt: jij zal aan mijn tafel eten. Wat het leven je ook gedaan hebt, hoe je er ook uitziet, wat het je ook heeft gekost, je zit bij mij aan tafel in mijn vaders huis. Zal er een plaats zijn. En dan staat het tot wel drie keer. Staat dit in het verhaal. En hij zal bij zijn heer aan tafel eten. En dus hij zal geregeld aan zijn tafel eten. En dan staat er in vers 12... Dus had Bozet aan de tafel van David als een van de zonen van de koning. Niet als een wees, niet als een dode hond, maar als een van de zonen van de koning. Mooi hè, God wil ons weer herstellen in dat koningschap waardig maken. Hij zegt, niemand heeft het verspeeld. Ik zoek je op en ik nodig je uit... Aan mijn tafel. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal, Louise, want we gaan nu kijken naar je getuigenis van hoe jij het hebt ervaren: het leven met de Heer. Ik, uh, ik ben Louise Verlierop. En ik uh, kon mijn verhaal vertellen: dat ik uh, geen excuses uh, heb hoeven te verzinnen, dat mijn ouders uh, nooit, uh, nooit of weinig tijd voor ons hadden omdat uh, mijn vader op de markt stond en mijn moeder een, uh, een winkel had. Ik wist eigenlijk ook helemaal niet dat, dat ik die aandacht uh, tekort gekomen was. Wat me dus het meeste pijn heeft gedaan eigenlijk was... Uh, toen mijn moeder er wel voor mij kon zijn, werd ze depressief. En uh, dus moest ik er ook weer voor haar zijn. Terwijl ik ook een gezin had met twee jonge kinderen. En mijn vader die het er niet tegen kon. Dus toen was ik eigenlijk wel boos. Maar dan heb ik dat er aan Ik denk, ja, dat zou wel normaal zijn. Dacht ik. Dat ik die cursus ging doen. Het is helemaal niet normaal. Dat het, dat het zo gaat in het leven. Dus toen kwam er ook die onderdrukte boosheid. die er eigenlijk al jaren zat. die ik weggedrukt heb. onbewust waarschijnlijk. Die kwam eigenlijk naar boven van hé, hey, is helemaal niet normaal zoals ik altijd voor mijn ouders klaar moest staan. Waarbij ze eigenlijk een stukje jeugd hè? Ja, ontnomen hebben. Dat er pijn zat, dat wist ik helemaal niet. En dat ik hierdoor ook eh, genezing van de Heer heb mogen ontvangen. En dat ik mijn ouders dus door vergeving heb ik ze, ja, ben ik vrijgekomen. Doordat je je, uh, je je onderliggende boosheid hebt mogen uiten, doordat je door de deuren van pijn gaat, komt er genezing en dan ben je vrij. Dus door vergeving komt er genezing. Wauw Louise, wat een verhaal. Ja, en het raakt je opnieuw hè, als je dan je getuigenis weer hoort dat je niet meer daar bent. Maar dat je de weg van vergeving bent gegaan en dat er genezing is. En dat betekent niet dat, 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 de, dat de tranen ook automatisch weg zijn. Want het zijn tranen niet alleen van wat er geweest is, maar misschien ook wel van vreugde. Ik ben niet meer op die plek waar ik toen ben geweest. Dus dank je wel dat je dit hebt willen delen. Wat ik zo bewonderenswaardig eh, vind, is dat je het hebt over he, toen het moment aanbrak als dochter, van nu kan ik krijgen waar ik zo naar heb verlangd. Wat ik zo tekort was gekomen, was het er weer niet. He, en dat is dat onvervulde verlangen soms van een kind. He, dat onvervulde verlangen wat onze aardse vader en onze aardse moeder ons niet kan geven. Maar waar we een Hemelse Vader hebben die zegt: elk tekort wat we allemaal hebben opgelopen in onze kindertijd en wat jij die zit te kijken hebt opgelopen, dat kan maar één iemand aanvullen. Je aardse ouders hebben je gegeven wat ze hadden. Meer hadden zij niet. Maar je Hemelse Vader kan zelfs het tekort in onze ziel, wat als een wond nog kan zitten in onze ziel, dat kan Hij aanvullen. En Hij kan er iets heel nieuws van maken. En ik wil je bedanken. Dat je die weg bent willen gaan. Dat je niet halverwege hebt gezet, ho, stop maar. En ik blijf hangen in die onderdrukte boosheid. Je zei het ook heel mooi. Hè? Dat, er, dat die boosheid, dat het onderdrukken daarvan, dat kost heel veel energie. Het is net een ballon die je onder water drukt en je duwt hem weg. Zo, dan bestaat hij niet. Maar het is er nog steeds. En het kost energie om hem weg te drukken. En vroeg of laat komt hij naar boven. Maar je hebt gekozen om door, door je pijn heen te gaan. Om er doorheen te gaan. En dat is de beste weg. Want moet je kijken wat God heeft gedaan. Hij heeft een weg naar vrede in je vrijgezet. En naar heil en naar genezing. En als jij het kan, dan kan jij het ook. Als Louise het kan, dan is er voor ons allemaal hoop. Dat het hier niet stopt. Maar dat God zegt, er is een nieuw begin. En ik wil je maken tot een nieuwe schepping. Het oude is geweest. Het is voorbij. En het oude, wat je nog herinnert aan de oude pijn. Die angel wil ik eruit halen en ik wil je genezen diep van binnen. Maar durf je met hem die weg aan te gaan, dan kan hij iets nieuws maken in jouw leven. Hij kan het mooi maken op de ruïnes, kan hij iets nieuws bouwen. Hij kan zelfs die brokstukken gebruiken om er iets heel nieuws van te maken. Dat is onze God. Hij wil een vader zijn voor ons. Hij nodigt je uit aan tafel. Daar had ik het net over. Hij nodigt je uit aan tafel. En hij zegt niet, um, jij niet, iedereen, maar jij niet. Hij zegt, iedereen wil ik aan mijn tafel hebben. En misschien hebben jullie de hele tijd al gekeken naar deze witte steen die op tafel ligt. Ja, ik zag je kijken. Ja, en jullie dachten vast, wat gaat ze daarmee doen? Ik heb hem hier niet zomaar neergelegd. Ik heb hem heel bewust hier neergelegd. Een witte steen. Omdat deze ergens vandaan komt. Deze witte steen. Komt uit Openbaring. En ik neem jullie even mee naar Openbaring 2, vers 17. Daar staat dit. Wie overwint? Wie overwint? Hem zal ik geven van het verborgen manna. Dus God wil geven, Hij wil brood geven. Heer Jezus is het levende brood. En verborgen manna, dat is, dat, is, dat is het brood, het woord, wat soms nog verborgen is, waar je naar op zoek mag gaan, maar wat je moet oprapen. In een andere vorm dan vastbrood. He? Hij wil het verborgen manna geven. Een woord voor elke dag. Vers manna. En ik zal je niet alleen verborgen manna geven aan tafel. Ik ga je ook een witte steen geven. En op die steen zal ik een nieuwe naam schrijven. Die niemand weet dan die hem ontvangt. En misschien denk je, ik heb best wel een mooie naam. Ik vind dat ik best een mooie naam heb gekregen van mijn ouders. Esther, een bijbelse naam. Ik ben blij met mijn naam. Maar het wordt niet bedoeld alleen je naam, maar al die etiketten, alles wat op jou is geplakt. Alles waardoor je besmeurd bent geraakt. Alles, de, de, de afgewezenen, de niet geliefde, de, 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 de noem maar op, alles, de onreinen, alles wat op je geplakt is. God haalt al die stickers weg. En hij zegt, ik ga je nieuw maken. Een nieuwe schepping hoort een nieuwe naam bij. En een naam zegt iets over je bestaansrecht. Hij zegt een nieuwe naam voor jou. Welke niemand weet dan die hem ontvangt. Nou, ik ben even gaan googelen waar die witte steen nog meer voor staat. En ik vond het zo mooi. Weet je, in de oudheid, daar gebruikten ze een witte steen. En ze gebruikten hem voor drie verschillende terreinen. Op drie verschillende terreinen. Het eerste was als de koning een diner gaf, of een, als er een bruiloftsfeest was. Dan stuurden ze een witte steen rond met de naam erop. Dat was dan de uitnodiging. En dat was dan voor de gast om hem aan tafel te krijgen. Een uitnodiging van: kom bij mij aan tafel en eet mee. Je bent mijn gast aan tafel. Hetzelfde als dat wij zeiden: Frans, een nieuwe witte steen voor jou. Kom aan tafel en verruil je oude steen. Je weet niet waar je vandaan komt. Je bent nu een zoon en een dochter van God. Schoon. Nieuw, wit, gereinigd, gezuiverd door het bloed van Jezus. Die witte steen kregen ze als een uitnodiging. Ten tweede kregen ze die witte steen. Als er een veldslag was en je was een overwinnaar, je had die veldslagen gewonnen of een belangrijke wedstrijd, dan kreeg de winnaar, net als een gouden bokaal tegenwoordig, kreeg hij een witte steen. En dat was de eerste prijs: gewonnen. Een winnaar. Wie overwint. Zal krijgen, die witte steen. En ten derde, en die vind ik ontzettend mooi, gebruikten ze de witte steen in de rechtbank. En weet je hoe dat ging? Dan zaten er tien veroordeelden, die zaten in die bank, te wachten op het oordeel. En dan kwam er een zak voorbij. En er zat tussen negen zwarte stenen zaten er in die zak. En één witte steen. En dan ging die voorbij, al die veroordeelden, die allemaal. Iets hadden gedaan, allemaal hadden gezondigd, allemaal iets op hun geweten hadden. En die, 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 die uh, zak kwam voorbij en ze haalden er een steen uit. Als ze een donkere steen hadden, dan werden ze veroordeeld. Maar tussen al die stenen zat één witte steen en als ze die eruit haalden, werden ze vrijgesproken. Vrijgesproken van alles wat ze verkeerd hadden gedaan. Van elke daad, van alle aanklacht, van al, elk oordeel. Weet je hoe het vandaag is? Weet je wat Vader God zegt? Ik heb een zak met alleen maar witte stenen. En hij zegt: Dat is genade. Niet omdat je het verdient, maar ik geef het je. Ik neem jouw schuld, je schaamte, al je zonde, al je strijd, al je pijn. En ik draai het om en ik geef jou er een nieuw leven voor terug. Maar willen we dat aannemen uit zijn hand? Of zeggen we: Nee, ik kies ervoor. Om altijd een tweederangs leven te blijven leiden. Ik kies ervoor om altijd in die beklaagde bank te blijven zitten. Om altijd me veroordeeld te voelen. Om me altijd een slachtoffer te voelen. Of zeggen we: Nee, Heer, uit uw hand neem ik die witte steen aan. En die nieuwe naam. En ik ben vrijgesproken. Ik ben uw dochter en uw zoon. Ook vandaag wil Vader God tegen jou zeggen: Die witte steen. Hij is beschikbaar, maar jij mag hem aannemen. Het is een keuze. Wil je hem aannemen, dan gaat hij alles nieuw maken in jouw leven. Dan kan hij afrekenen met alles wat er achter je ligt. En dan wil hij een steen zetten: van tot hier, al het oude ligt achter mij, is vergeten. Letterlijk zoals het volk Israël vaak een gedenksteen plaatste: tussen het oude en het nieuwe in. Een steen die zegt: Dit is een grens. Het oude ligt achter me en die steen kijkt vooruit. Naar de toekomst. Zo wil God ons een toekomst van hoop geven. Ook vandaag. Ook voor jou. Dit was het weer. Ik hoop jullie volgende week terug te zien bij een hele nieuwe aflevering bij Van Binnenuit. Tot dan. God houdt van jou en hij wil heel graag een persoonlijke relatie met jou. Als je Jezus nog nooit hebt uitgenodigd. Als jouw persoonlijke Heer en jouw verlosser, dan kun je dat nu gaan doen. Je hoeft alleen maar je hart te openen en dit gebed na te zeggen. Liefdevolle Vader, ik kom tot u. Ik erken dat ik heb gezondigd en ik heb uw reiniging en vergeving nodig. Dank u wel voor uw zoon Jezus Christus. Ik erken dat hij de Heer van mijn leven is. Ik erken dat Jezus Heer is, dat hij voor mij aan het kruis is gegaan. Dat Hij al mijn zonden, al mijn ziekte heeft gedragen aan het kruis. Dat Hij na drie dagen uit de dood is opgestaan om mij leven te geven. En op dit moment accepteer ik Jezus Christus in mijn leven. Ik nodig U uit in mijn leven. En ik vraag Heer, wilt U de Heer worden van mijn leven? Reinig mij, vergeef mij en verlos mij van al mijn zonden, van al mijn schuld. En dank u wel Heer Jezus dat u dat doet, dat u die weg voor mij gegaan bent, zodat ik hem niet meer hoef te gaan. En zo accepteer ik u in mijn leven. En ik dank u voor uw verlossing, voor uw herstel in mijn leven. Amen. Wil je meer van Jezus in je leven, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dan heeft Family Seven nog veel meer mooie programma's. Programma's die uitleg geven over de Bijbel en hoe je Jezus kunt volgen. Voor meer informatie ga dan naar www.familyseven.nl.